toeter, 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 toeter. Met Romana op de scooter. Eien, 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 eien. Weer een stukje met haar rijden. Gerwin! Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Alex ging al bijna op zijn bek net. Zo, dat meen je niet. Weet je waarom? Hij reed te hard. Hij reed met één hand. Oh, kijk. Ja. Wat doen we hier? Ja, we zijn bezig met een rollentestbank voor alle mensen die een brommer willen laten testen om te kijken hoe hard die gaat. Om die hier te komen laten testen, zonder enige consequenties. Waarom doe je dit dan? Ja, toch om de jeugd in te laten zien en het gesprek te gaan voeren van joh, hè, waarom doe je dit? Waarom gaat je brommer te hard? En toch een stukje bewust worden om te kijken van krijgen we gedragsverandering? Wij hebben een paar vragen. Ja. Ten eerste Alex, hij heeft een mooie toeter op zijn scooter zitten. Ja. Maar die heb ik niet bij me, lul. Ja, hij heeft zijn verkeerde scooter meegenomen. Maar hoe zit dat nou? Nou kijk, jouw brommer moet voldoen aan het voertuigreglement. Daarin zijn eisen gesteld aan jouw brommer waar die aan moet voldoen om hem op de weg te laten rijden. Als je dan kijkt naar wat je brommer ziet, bijvoorbeeld een tweetonige toeter, mag dat wel of mag het niet? Nee, dat mag niet. Want er staat duidelijk in het voertuigreglement dat het een eenduidige toeter moet zijn. Dus met één toon, om in ieder geval een waarschuwing te geven dat er iets, dat er een noodgeval is of andere zaken, dat je iemand moet gebruiken om de klakson te gebruiken. Oké, en zo'n toeter die ik daar op mijn scooter heb zitten, zo'n ding waar je in kan knijpen? Ja, dat is een eentonige toeter. Dus die zou wel gaan mogen? Ja, wel, ja, die zou zeker mogen. Oké, gelukkig, want ik was al bang dat ik hem eraf moest halen. Okay. Wil je hem gaan testen? Ja, joh. Ja? Nou, zet hem erop, zou ik zeggen. Je mag hem er zelf op zetten. En hoe hard is nou de maximum dat hij mag rijden? Nou, kijk, op het kentekenpapier staat uiteindelijk een snelheid van 45 km per uur. Waar natuurlijk heel veel jongeren mee bezig zijn, is kijken van er gaat nog een correctie vanaf, er gaat nog dit vanaf. Ik ga even kijken vandaag. Ja, hij staat goed, hij mag starten. Dan gaan we hier kijken naar de snelheid. Nou, netjes! Ik kan hem gewoon sneller laten rijden als ik wil. Was dit nou wat je verwacht had? Nou, eigenlijk had ik 55, maar hij gaat op de teller 55. Die teller loopt dus niet goed. De teller loopt dus niet goed, dus we kunnen snel. Ik moet afstand houden. Alex, ja. Je hebt nog een andere scooter thuis, toch? Ja. Haal die even. Oké, is goed. Hij zegt oké. Okay. Ja. Ja, ik heb zelf al een beetje getest en ik weet al dat hij te langzaam gaat. Dus we gaan er nu achter komen. Nou, wat zien wij? Nou, je ziet uiteindelijk dat de band die maakt contact met de rol, die meet de snelheid, de geëikte meting. En er komt de snelheid uit van 39 km per uur. 39? Verstellend, hè? Maar jij hebt toch een helmscooter? Ja, dat klopt. Ik weet ook niet waarom hij langzaam gaat. Het is een beetje jammer. Ja, zijn aardig zijn een beetje verrek. Een beetje wel. Ja, nou, ga maar zelf vanaf. Ja, oké, ik weet niet hoe. Ik had vroeger was er een scooter die 80 ging. Maar vroeger was het allemaal, ik heb heel veel boetes uitgekregen. Toch wel. Ja. Gebeurt het nog steeds veel of niet? Ja, we zien nog steeds wel dat er heel veel boetes gemaakt worden. Maar ik denk wel met het feit van, kijk, die boetes, dat voel je in je portemonnee. Maar waar wij steeds meer gebruik van maken, is van die WOC-melding. Die WOC-melding, daar moet je dingen voor gaan doen. Want op het moment dat je een WOC-status op je brommer hebt zitten, dan moet je naar het keuringsstation. En dat is of in Amsterdam, of dat is in Waddinxveen. En dan mag je niet meer mee rijden. Dus je moet met een busje, moet je brommer laten verplaatsen. Dat wil echt niemand. En dat wil echt niemand. Weet je, die boete van 66 euro, weet je, die gaat iedereen betalen. Dat voel je in je portemonnee. Maar op het moment dat je die bij het CJB betaald hebt, dan is dat klaar. Op het moment dat je die WOC-melding hebt, ja, daar gaan echt jongeren, die gaan er echt wat van voelen. Ja, precies. Ik ben blij dat ik in een andere tijd ben geboren. Hallo. Hoi. Heb jij hem al laten testen, of niet? Ja, net eventjes. Ja, en hoe hard ging hij? Hij ging 50 op de teller. 50? Ja. Op de teller? Ja, is toch netjes. Ja, oké. Okay. Ja. Leuk. Weet je wel, hè? Ja, ik doe dit nooit. Dit is een interview, is niet mijn taak. Waarom moet je scooter zo hard gaan? Probeer het gevoel uit te leggen. Nou ja, voor de verkeer meekomen is veel beter. Als je auto achter je rijdt met 60 op de toeteren, ja, dat is toch kut.
Je moet wel een beetje met het verkeer meekomen. Ik neem die mee. Ja. Dankjewel. Dat is toch zo? Oh, sorry, ik zat aan je psycho. Ja, ik neem die mee naar de politieagent, want ik vind eigenlijk, ja, ik snap hem. 60 is een mooie snelheid, vind ik. Oké, lekker meekomen, heb je geen gezeik. Hé, een jongen zei net van, ik ga hem opvoeren, want dan kan ik beter meegaan met het verkeer. Ik vond best wel een goede reden. Ja, dat is een legitieme reden om met het verkeer, maar ja, wat is dan met het verkeer meegaan? Tot hoe ver wil je gaan? Waarom mag een scooter maar 50? Nou, officieel mag een scooter 45. Dan ga je kijken naar de maximumsnelheid volgens de constructiesnelheid, dat is 45. Waar natuurlijk heel veel jongeren mee bezig zijn van, ja, weet je, we zijn bezig met correcties. Wanneer gaat de politie pas procesverbaal opmaken? Ik zeg nog steeds, die scooter mag 45. Dat is de eis voor het voertuigreglement. Zo hard mag die gaan. Ja, dan moet je niet harder gaan. Ja, ik heb er niks tegen in te brengen. Ja. ik weet niet of het op film staat. Dat is een andere scooter van Alex. Ja, dat is niet goed. Dat ziet er niet goed uit. Au, je kan wel hier naartoe lopen. Ga maar. Zet dat ding er maar op. Mag dat? Nee, dat is niet goed. Oké. Nee, je mag echt niet. Jammer. Maar Alex, wel een vraagje. Hoe hard gaat hij op jouw teller? Op mijn teller gaat hij 35. 35? Ja. Oké, en het is een snorfiets. Een snor. Oké. Dat is goed. Ja, dat is netjes. Nog eentje erin. Ja. Oh. Dat is echt matig. Oh. Maar hij is nu nog echt warm, hè. Waarom werken de tellers van niemand? Dus het is gewoon heel slechte tellers, vind ik. Ja. Die zijn gewoon matig. Ja, maar die van mij werkt ook niet en die van Jeff werkt ook niet. Ja. Ja. Dat zijn gewoon matige tellers. Er zit geen begrenzer in? Er zit geen begrenzer in. Voor de rest heb ik er niks aan gedaan. Niks aan. Dat is goed. 30 is goed. Dat is mooi. Ja. Klein gewetensvraagje. Vind je het nou echt zo? Of heb je nou zoiets van, dat is wel leuker van mijn werk. Eventjes lekker met mijn motortje achter die scootertjes aan. Nee, zeker niet. Weet je, ik heb een tal van achtervolgingen gehad. En dat brengt ook gevaarzetting met zich mee. Onlangs hebben we een jongen bij Klein Duin. Die ging er vandoor voor ons. En die maakte zulke capriolen. Door de passages ging hij heen met zijn brommen. Die reed zonder verlichting. Ja, het zit ook een bepaalde gevaarzetting zit erin. Kijk, het punt is nog steeds. Wij gaan nog steeds voor de veiligheid. Wij willen geen achtervolging. Wij willen jongeren met dit item. Willen we jongeren bekendmaken met de gevolgen. Maar ook met de gevaren. En nu hebben we het gesprek. Nu komen ze naar ons toe en geef uiteindelijk aan van, weet je, misschien heeft ze wel gelijk. En dat vind ik belangrijk. Jij hebt ook een mooie brommer, hoor ik. Nee, een scooter. Een scooter. Ga je die nog laten testen? Dat heb ik al gedaan. En hoe hard ging hij? 48. 48. Dat is... Laat maar even zien. Ja. Voor mij wel. Nee, je mag hem zelf Nee. Dan wil ik het wel doen. Nee, u bent politie. Ja, voor mij wel. Er zit geen geluidsdemper in. Nee, dat weet je. Dat weet je. Het gaat wel heel hard. Oh, dat klinkt mooi. Nou, hij klinkt wel hij klinkt goed. Klinkt wel goed, ja. Ja. Ik wil de kroon hier. Ja. 47. Deze mag dus absoluut niet. Oké. Okay. En waarom mag het niet? Als de brommer is, dan had het een andere verhaal geweest. Maar als je kijkt naar de kentekenplaat, het is een snorfiets. Ja. 47, waar uiteindelijk 25 km per uur is toegestaan. Waarom? Leuk. Ja, en wat kan je het gevoel beschrijven? Nee, dat is gewoon leuk toch. En waarom nog geen geel kenteken? Weet ik niet. Nou, hij was snorren, gewoon op laten voeren. En ga je nog veranderen dan naar een echte brommer? Dat weet ik niet. Dat kan je wel willen, maar dat kost waarschijnlijk weer vermogen. Daar heb ik ook geen zin in. Ja. En boetes kosten ook een vermogen? Nou, ik word toch niet gepakt. Nee. Ja? Hoe doe je dat dan? Nou, gewoon rijden. Nou, oké, gewoon rijden. Gaat die bij jou echt 25? Na 31 gaat hij. 31, oké. Heb je ook toevallig geen begrenzer erin zitten? Nee. Ik wil alleen weten, zit er een begrenzer in of niet? Nee, zit er niet. Eerlijk? Ja, echt hard. Ja, ik zie het. Er is echt geen begrenzer meer, nee. Je mag de pakken staan. En Gerwin? Ja? Als je nou kijkt voor een begrenzer, waar kijk je dan naar? Ja, dat ga ik niet vertellen. Ja, ergens weet ik wel waar je dan naar kijkt, maar kunt u het uitleggen?
Nee, want dan ga ik eigenlijk alle troefjes die we hebben, die ga ik vertellen. Dus dat ga ik niet vertellen. Want er zijn nog steeds jongens die proberen ons een beetje te foppen. Door een begrensd te gebruiken, door middel van de afstandsbediening, door middel van de magneetcontact, schakelaars, we zien de gekste dingen zien we. Alleen een aantal van ons die hebben er echt een neus voor en die zoeken ze op. En wij bouwen hem op het bureau bouwen wij hem uit en je krijgt hem terug, maar je krijgt wel hele dikke bekeuringen. En als je op het moment dat je een begrenzer gebruikt, dan zit je aan de boetes van €250, plus nog eens een keer de boete over de snelheid, dan nog eens een keer een bokmelding. Nou, dan zit je pak een beet om even bij een controle €500-600 bekeuring. Ja, dat is zonde geld. Ja, dat is aardig wat, ja. Dus het advies, geen begrenzers binnen onze gemeente. Nou, Bram! Je bent er weer goed onderuit gekomen. Ja. Het gaat niet hard, dus... Nee. Gerwin, bedankt voor deze prachtige middag. Ja, jullie ook bedankt voor jullie komst. En ook de Rijnsburger, de Katwijkers die hier naartoe zijn gekomen. Ja, wil je nog wat zeggen tegen de jongeren? Ja, jongens. Houd veilig en hou je aan de snelheid. Dankjewel. Ja, wil je nog meer horen? Nee, dat was hem. Nee, dat was hem. Nee.